wat is de waarde van wortels? Is een vraag die bij mij eigenlijk altijd wel een beetje speelt. Want als je iets uitdraagt, dan is het voor mij belangrijk dat het in zijn geheel wordt uitgedragen. En daar hoort, nou ja, Morgana zei dat in het vorige gesprek eigenlijk ook al. Je moet weten waar je vandaan komt. Je moet weten wat je historie is. Wat gebeurde er voordat ik er was? Dat betekent niet dat ik ook vind dat je dat dan dus altijd tot in de puntjes moet weten. Je moet het erkennen of je moet er je van bewust zijn. Het andere is, soms kun je het niet precies weten, want dan is de geschiedenis vaag of onderbroken of nou ja, hoe dan ook. Wat is de waarde van de wortels? Dus konden we in deze bijeenkomst daar misschien met een panel discussie, vind ik niet zo'n mooi woord, want we gaan niet met elkaar de troef afsteken, maar wel een goed gesprek hebben over dit thema. Welke draden kunnen we van die oorsprong naar het heden trekken? Sommige tradities zijn misschien wel helemaal niet zo oud als we denken. Of het zijn tradities die uit oude wortels weer opnieuw zijn ontstaan. Er zijn natuurlijk ook tradities die een hele lange, directe en een diepe historie hebben. Nou, hoe belangrijk vinden we dat en hoe gaan we daarmee om? Ook hier geldt weer liefst de vragen in de chat stellen. En de microfoons zoveel mogelijk uit. Behalve misschien voor de panelleden die ik zo meteen ga voorstellen en die zichzelf ook gaan voorstellen. Want daar is een beetje geharrewaar misschien niet verkeerd. Harrewaar is een goede woord niet. Ik bedoel eigenlijk meer dat het soms belangrijk is om elkaar uit te laten spreken en dan direct in te springen. En we hebben natuurlijk respect en compassie voor andere tradities en andere mensen. Dus het is vandaag niet de bedoeling dat we elkaar onderbreken om te vertellen dat ik het beter weet. Of dat iets niet zo is. Want er zijn altijd meerdere waarheden. En iedereen volgt zijn eigen traditie. Volgens zijn eigen manier. En daar gaan we vanuit dat dat altijd klopt. Zolang die persoon bij zichzelf houdt. Goed, ik wil het panel vragen om zichzelf voor te stellen. Aan de hand van een paar vragen. Bijvoorbeeld, welke traditie? Wie zijn de grondleggers? Hoe is dat toen gegaan? Wat is de belangrijkste leer of ideologie? En hoe draag je de wereld uit van je traditie? Ik weet dat dit een uitdaging is. Want we hebben niet zoveel tijd dat iedereen nu een half uur aan het woord kan zijn. Dus ik zou willen zeggen, probeer het binnen 3 à 4 minuten te houden. Duurt het langer, dan zal ik even inbreken. Goed. Het panel bestaat uit even kort. We hebben, daar maak ik daar niet even een lijstje van. Dus dan moet ik dat nu uit mijn blote hoofd. Ik ken jullie allemaal. Henk Vis uit de Druiderij. Jana van Wicca. We hebben Frigga uit het Germaanse heidendom. Rob uit de OTO. Ik wil vragen of Henk wil beginnen. Nou, is gelijk lastig. Nee, ik ben Henk en ik ben nu bijna 20 jaar actief in de druiderij, minimaal. Mijn grondlegger is in Nederland Silver Circle. Zo ben ik in contact gekomen met mensen om me heen en met Tork Bloos. Een paar jaar. En daarna ben ik opgevist bij Tork door iemand uit Engeland. Die zei, jij moet naar Avebury komen. En ik ben niet meer weggegaan. En 5 jaar geleden naar Engeland verhuisd. En nu woon ik iets langer dan een jaar hier in Avebury. Grondleggers vind ik heel erg moeilijk. De druïden die leefden zeg maar 2500 voor Christus. En die zijn eerst door de Romeinen afgemaakt en daarna door wat er overgebleven was door de christenen. En aangezien je het over een orale traditie hebt, ja, als er niemand meer is, dan houdt het heel erg op. Je ziet wel in de Victoriaanse tijden in Engeland dat er een heropleving was. Hè, met name eerst in de gentleman clubs, die dus in het weekend een baard voordeden en een wit gewaad aantrokken en een Stonehenge rondje gingen lopen. Alles om niet het weekend thuis hoeven te vieren. Maar je ziet ook een serieuzere studie aan het einde van zo'n 1880 en begin 1905. Dat soort tijden zie je serieuzere studies naar boven komen. Mensen die proberen het geheim van Stonehenge te ontrafelen. En dat soort groepen. En dan zie je nog een verdere groep in de jaren 70. Hè, nadat paganisme zo'n beetje in Engeland niet meer verboden verklaard was. En je ziet dus in de jaren eind 80 dat hier op Avebury het steeds actiever wordt. En ik weet dat mijn mentor, die is eind, ja, ik denk rond 1995 neergestreken hier op Avebury. En heeft zijn jaren daarvoor gemaakt. En wat zijn de belangrijkste ideologieën? Ja, als ik in het Engels zeg, hè, truth, honor en justice. Hè, dat is het streven, hè, waarheid, eerzaamheid en gerechtigheid. En het tweede belangrijke punt voor mij is het kunnen inzien van beide standpunten als in een dispuut. Hè. Daar waren de druïden beroemd om. Mm. Om te kunnen begrijpen. Zo, ik begrijp dat je boos bent op Pietje. Maar ik begrijp ook het standpunt van Pietje. En dat draag ik uit in alles wat ik doe. In mijn werk. In mijn druïdische werk. En in de tijd die er nog tussen overblijft. Dank je, Henk. Dat is heel helder. En, ik ben geïnteresseerd. Ik ga het woord doorgeven aan Jana. Ja, mijn traditie is Wicca. En je kunt dat zien als iets wat Gerald Gardner heeft bedacht in de jaren 30 van de vorige eeuw. Dat er wat vaak gezegd wordt. Maar Gerald Gardner heeft zijn werkzame leven doorgebracht in Maleisië. En heeft daar een natuurreligie leren kennen en allerlei lokale tradities. Veel inheemse mensen gesproken over wat hun bezig hield en waarom ze deden wat ze deden. En toen hij terugkwam naar Engeland, heeft hij herkend wat er nog over was aan sporen van een westerse natuurreligie. Allerlei volkstradities. Hij heeft dat tot een geheel gebracht, omdat hij bang was dat wat er nog over was uit zou sterven. En hij heeft daar van alles bijgehaald uit de bestaande westerse traditie, zoals de magische stromingen. Heeft teksten gebruikt, heeft gebaren gebruikt en heeft van alles samengevoegd tot het weer een geheel werd. Want hij dacht dat er een geheel was geweest dat verloren was gegaan. En dat is eigenlijk de basis van wat nu Wicca is. Maar ook wat allerlei eclectische heksen gebruiken. Dat zijn ook elementen uit Wicca, zoals niet alleen het vieren van de jaarfeest en magisch werk, maar ook een god en een godin en een cirkel waar mensen ingewijd worden. Al dat soort dingen waren voorheen niet gekoppeld aan het woord heks, voordat Gardner ten tonele verscheen. Het woord heks is natuurlijk heel lang, heel oud al, heel bekend en daar zit van alles bij. Waar wij ons ook op beroepen, waar wij ook gebruik van maken. Maar die combinatie van natuurreligie en hekserij en nou ja, dat hele samenspel van alles en nog wat. Dat is wat Gerald Gardner aan ons heeft overgedragen. Dank je. Helder en ja. Ik moet even terugdenken, ik zei net direct van, goh, ik ben geïnteresseerd in wat Henk zegt, maar al sinds de jaren 90 heb ik me ook een beetje in de Wicca geprobeerd te verdiepen. Dankjewel. Ik geef het woord door aan Frikka. Dankjewel. Mijn naam is Frikka. Ik ben volgens mij al bijna 30 jaar ben ik Germaanse. Om het heel simpel te zeggen, van ik denk dat als je iets... Nou, voor mij bestaat er geen leer of ideologie de ruggengraat van Germaans heidendom is het lot. En dat geeft de verbinding, verbondenheid van alles weer. Verantwoording voor jezelf, voor elkaar. Dat zijn ook dingen die ik probeer uit te dragen. De Germaanse tijd is natuurlijk geschiedkundig duidelijk min of meer duidelijk af te bakenen. Wel met die verstanden dat eigenlijk weten we heel weinig. En het beeld van eenheid wat er nu wel eens dat gebracht wordt, was er gewoon nooit. Mijn ogen heeft er ook nooit zoiets als een religie bestaan. Er hebben vele religies bestaan. Maakt het voor mij ook wel heel erg boeiend. In latere tijden hebben de verschillende tijdvakken ook weer hun beeld van over het Germaanse verleden eraan toegevoegd. Wat in de romantiek heel sterk natuurlijk ging naar de nobele wilde en daarna volgde het Nationaal Socialisme. En dat ben ik ook pas gaandeweg gaan realiseren, dat waar halen wij onze informatie vandaan? En dat haakt ook echt wel weer in bij wat Morgana net zei en wat... Thelema ook zei, kennis van het verleden kan heel nuttig zijn om onze heilige tijd te leren kennen. Hier laat ik het bij. Je vertelt straks vast nog veel meer. Dus, dankjewel. Dan Rob, zou jij verder willen gaan? Dat zou ik doen. Ik wil graag even een kleine correctie maken. Ik ben inderdaad lid van de OTO, maar de OTO is een vehikel, een orde. En de filosofie die erachter zit, die wordt Thelema genoemd. En Thelema is het Griekse woord voor wil. Dus ik zeg tegen jullie allen, doe wat gij wilt, zal het geheel zijn van de wet. Dat is de eerste regel waarvan je als Thelemiet zegt, joh, daar kan ik me in vinden. Nu is Thelema officieel, quote-unquote, gegrondvest, ongeveer 120 jaar geleden, door een man genaamd Aleister Crowley. Redelijk bekend in occulte kringen. En Crowley was een eclectic persoon. Haalde overal en nergens zijn kennis vandaan. Had zelfs zijn wortels in de Golden Dawn. En dat zie je nog steeds terug in de OTO van vandaag. Want heel veel van ons werk is gericht op ceremonieel magisch werk. Waarmee niet is gezegd dat andere aspecten van magie niet aan bod komen. Maar die zijn wat minder duidelijk aanwezig. Persoonlijk heb ik naast Thelema een veel bredere interesse. Ik ben ook erg geïnspireerd door de Fairy-traditie van Victor Anderson. Jaren terug, en dan praat ik echt over misschien wel begin jaren 80, heb ik ooit geprobeerd om contact te krijgen met de Silver Circle. Dat liep niet helemaal goed. Dus raakte ik verzeild in een ander pad. Maar zo zie je maar weer, de wereld is klein, uiteindelijk kom je elkaar dan toch weer tegen. Dus wat dat betreft, wijst het zich in die zin allemaal vanzelf uit. Qua traditie, zoals ik al zei, Thelema in zijn huidige vorm is erg jong, 100 jaar, 120 jaar. Maar je zou kunnen betogen dat Thelema in de betekenis van wil, en dan met name goddelijke wil, net zo oud is als de mens zelf. Want wij mensen hebben altijd gezocht naar wegen om verbinding te maken met het goddelijke. In welke vorm dan ook. En zo zie je dat binnen de orde, Ordo Templi Orientis, het Egyptische pantheon een grote rol speelt. Wij hebben één klein boekje, dat is The Book of the Law. Dat is het rode boekje van Crowley, niet te verwarren met het rode boekje van Mao. En dat boekje is eigenlijk het enige standaardwerk waarvan je geacht wordt als lid van de orde en als Thelemaït te accepteren en proberen daarna te leven. En dat boekje het kan worden vertaald in 3 eenvoudige zinnen. De eerste heb ik net al met jullie gedeeld. Doe wat gij wilt, zal het geheel zijn van de wet. Liefde is de wet. Liefde krachtens wil. Nou, wat dat allemaal betekent, dat kan een lifetime of study inhouden. Ja, vind ik overigens heel leuk. Ik ben er ook nog steeds niet helemaal achter. En ik ben al een tijdje bezig. Maar ik vind het wel fascinerend. Want ik merk wel, naarmate ik ouder word, dat het inderdaad klopt. Liefde is de sleutel tot alles. Als je iets wil begrijpen, dan moet je dat passen. In welke vorm dan ook. Naast mijn meer, hoe wil ik zeggen, innerlijke werk, ben ik ook heel geïnteresseerd in cultuur, geschiedenis. Waarom doen mensen de dingen die ze doen? En waar gaan we met z'n allen naartoe? En wat dat laatste betreft heb ik op dit moment best wel een beetje zorgen. Als ik om me heen kijk en ik kijk naar het nieuws, dan denk ik van nou, ik weet niet of dat helemaal goed gaat komen zo. Tegelijkertijd heb ik enorm veel vertrouwen in ons vermogen als mens zijnde om te veranderen. Wat ik net al in het vorige workshop aangaf. Ik denk dat wij als mens enorm veel potentieel hebben, zowel individueel, maar zeker ook in groepen. En dat we dat ook ten goede moeten gebruiken. En dat we elkaar daar ook in moeten vinden. Nou, dat is even een nutshell, mijn persoonlijke filosofie en mijn achtergrond in Thelema. Oh, en last but not least, even als weetje. Ik ben een maand of wat geleden begonnen als bard binnen de OBOD. Puur uit belangstelling. En ik volg ook graag de meer witchy tradities. Want het is een feit, historisch vastgesteld, dat Gerald Gardner, hoewel voor een zeer korte tijd, hoofd van de orde van de OTO is geweest in Engeland. Dus ja, ik voel mij ook wel verwant met de Wiccans op een bepaalde manier. Dus bij deze. Veel kanten dus. Maar dat is volgens mij ook wel bekend. Ik ben verder ook benieuwd naar de dingen die echt teruggaan in de OTO op dit moment. Dan komen we toe aan de stellingen. Ik heb de stellingen allemaal even op een screenshare staan. Maar dan zien we elkaar niet meer. Dus ik ga nu de eerste stelling op screenshare zetten. Dan zet ik hem ook in de chat. En daarna pak ik hem weer terug. Zodat we elkaar kunnen zien. Dus, okay. Maar hij staat dan wel ook in de chat. Het is onmogelijk om heden ten dagen een directe historische tijdlijn te maken in de heidense of paganistische tradities die verder teruggaan dan 1800. Dus eigenlijk tradities die ouder zijn, nee, hoe zeg ik dat? Die ouder zijn dan 1800, hebben absoluut een gat in hun historie, in hun kennis. Wie wil daar iets over zeggen? Oh, daar wil ik wel over beginnen. Kom op. Mijn instelling is al heel lang. Ik heb het altijd over sporen. Want er is heel veel verdwenen. En er zijn inderdaad vanaf 1800 krijg je oplevingen van. Maar ik denk dat er van alles sporen bewaard zijn gebleven. Ik geloof binnen mijn traditie, maar ook in een aantal andere tradities, niet in een ononderbroken lijn. Ik denk dat wel degelijk dingen doorbroken zijn. En dat heeft zijn voordelen en zijn nadelen. Ik denk dat een nadeel... Ja, er is heel veel kennis verloren gegaan. Daar baal ik nog wel eens van. Zeker ook dat er geen... Nou ja, nu beginnen er weer mensen op leeftijd te komen die natuurlijk al heel lang heiden of paganist zijn en een bepaalde stroming mee draaien. Daar heeft veel vragen terug van komen. Ik spreek trouwens heel erg vanuit mezelf. Ik had dat zelf niet toen ik begon. Maar de claim, er wordt in mijn ogen heel vaak geclaimd dat iets oud is, terwijl we dat niet of nauwelijks weten. Want ook wat er dan aan eventuele informatie is, als er nog geen schrift is, weten we weinig. Op een gegeven moment komt er natuurlijk iets aan schrift. Er zijn archeologische vondsten. Maar ook daar weer van, wat er overgebleven is heel vaak van de hogere klasse. En dat is van de bovenlaag van de bevolking. En van die bovenlaag gaat het vaak alleen maar over mannen. En je ziet ook, en dat vind ik ook wel heel erg interessant, dat wat ik net ook al zei, van hoe er in bepaalde periodes tegen dingen aan wordt gekeken, verschilt. En ik merk sinds een jaar of, wat is het nu, 15, 20 jaar, dat wetenschappers en andere geïnteresseerden niet meer vanuit het christendom kijken naar het verleden, maar veel meer op een objectieve manier naar het verleden proberen te kijken. En dat daardoor, en dat is eigenlijk met name, ga je dan weer naar de laatste jaren toe, dat er dus breder weer gekeken gaat worden, dat er de rol van de vrouwen en alle andere vormen van genders ineens nu ook in de belangstelling komen staan. Dus er is, als je naar het verleden gaat kijken, heel veel waar je rekening mee moet houden. Ik hou niet veel van moeten. Maar dus zeggen van, het loopt niet verder terug dan 1800, heb ik al zoiets van. De symboliek die ik wel gebruik is van, en dan kom ik weer op mijn sporen, de waarde van wortels, ja, die zijn er. We zijn allemaal, of heel veel van ons, zijn nieuwe loten op oude, of enten op nieuwe oude stammen. De wortels zijn er en die zijn soms heel diep en daar moeten we naar zoeken. En wij zijn met z'n allen en met in de verschillende tradities zijn er alweer jarenlang, groeien er nieuwe bomen. Mooi beeld, mooi beeld. Ja, Jana, ik zag jou. Ja, klopt. Ik wil daar graag bij aansluiten, want dat er geen bewijzen zijn, dat er geen directe lijn te leggen is, wil niet zeggen dat die er niet is. Ik vergelijk heksen altijd met bakkers. Je leert het vak door het te doen. Je gaat bij iemand in dienst, soms je eigen ouders, soms een leermeester. En dan leer je het vak en door te doen word je daar zelf ook goed in. Een bakker schreef zijn recepten niet op. Heksen deden dat ook niet. Heel veel mensen konden ook niet lezen en schrijven. Maar dat is iets wat heel lang al doorgegeven werd. En er zijn wel historische documenten waaruit blijkt dat dingen zoals wij die nu doen en die wij als hekserij beschouwen, dat die vroeger ook gedaan werden. En allerlei volkstradities werden namelijk verboden en allerlei magische dingen werden verboden in wetboeken, maar ook in het bevoegd gezag verboden dingen als de meipaal. Want dat liep uit de hand, dan gingen mensen dat vieren en dan werd het allemaal veel te vrij en veel te rommelig. En daar gebeurden onzedige dingen. Maar dat feit dat iets verboden werd, betekent dus dat het volk eraan deed. En dat zie je vaker terug. Dus er zijn wel degelijk aanwijzingen dat dingen die wij nu beschouwen als heidens, dat die plaatsvonden. Henk, wil je daar nog iets aan toevoegen? In Engeland heb je een grote traditie van de Mummers Plays. Dat zijn de folkloristische toneelstukjes. Die gaan 200-300 jaar terug. Maar daar zit ook heel vaak een magisch verhaal achter. En als je naar Oost-Europa gaat, dan heb je Mummers Plays die 800-900 jaar in één directe lijn naverteld worden en in dorpen gedaan worden. En daar zit natuurlijk heel veel kennis in van toen. Wat je hier op Avebury zelf ziet, is dat ondanks dat het wij werken met de bomentaal, het Ogam. Nou, er is een meter of 50 uit Avebury, een heel rijtje van bomen met van elke boom 1. Nou, die zijn niet 20 jaar geleden geplant. Die zijn 100 jaar geleden geplant. Dus ondanks dat de kennis niet op straat lag, dan ligt het dus wel op straat. Maar je moet het maar net weten. En er is dus geprobeerd om de kennis die er was op een bepaalde manier te conserveren, zonder dat de wet gebroken werd. En je hebt natuurlijk de Scholar's Primer. Een van de beroemdste Ogam-boeken, die komt uit 1200, meen ik. Het legt het niet uit, maar het heeft het wel vastgelegd dat er ongeveer 150 verschillende Ogam-soorten zijn. Niet alleen bomen, maar ook met planten en vogels en noem maar op. Dus er is wel heel veel. En dan heb je natuurlijk nog de Ierse folkloristische kant. En dat is natuurlijk, dan wordt het lastig. Want die zijn dus opgeschreven door de monniken. Maar waar de gaten waren, ja, dat is ingevuld met de kennis die ze hadden van de Griekse mythologie. Dus de vraag is, ja, hoe authentiek is die Ierse folkloristische en mythologische geschiedenis? Eigenlijk zou je twee versies moeten hebben. Een versie met de gaten. En een ingevulde versie. Want ja, we weten het gewoon niet meer. Dank je. Rob? Waarom? Wil je nog iets toevoegen? Nee, niet echt. Wat ik zei, wat ik hoor, dat onderschrijf ik ook volledig. Het is wel zo dat in de traditie van Thelema, Crowley heeft zelf ontzettend veel geschreven en heel veel bronnen geraadpleegd en ook heel veel verzonnen. Dus wij hebben plenty leesvoer wat dat betreft om dingen terug te halen. Als het dan gaat om anciëniteit, dus ouderdom. Ja, laat ik het zo zeggen, er zijn mensen die zijn actief bezig om te proberen, zeg maar, de oude godsdiensten van Egypte te herstellen. Hoe ze dat deden en wat dat dan inhield. Er zijn ook mensen die zeggen van, joh, dat was dat kunnen we nooit meer helemaal herstellen. Het is goed om daar kennis van te nemen, maar we leven nu. En die zitten daar dus fundamenteel anders in. En dat levert altijd een hele interessante discussie op. Ik denk dat discussies altijd kan leiden tot nieuwe inzichten. Waarmee je misschien wel weer gaten kunt vullen. Zullen we overgaan naar de volgende stelling? Nou, nog een stukje over de huidige stellingen. Wat wij bijvoorbeeld hier op Avebury doen, is wij proberen na te gaan van nou, wanneer zouden ze 3.500 jaar geleden een bepaalde ceremonie gedaan hebben. En wij proberen dat op hetzelfde moment ook te doen, in de hoop, zeg maar, een stukje energetisch verleden op te pikken, om op die manier onze ceremonie steeds completer te maken. Want je krijgt er altijd inzichten als je een ceremonie doet. En je hoopt toch dat je op die manier iets oppikt van heel ver vroeger, om toch steeds authentieker te raken. Klinkt als magisch archeologisch onderzoek. Sorry. Is dat authentiek? Wat houdt dat authentiek in, vraag ik me dan af. Je weet vanuit de geschiedenisboeken hebben we het idee dat de druïden heel erg druk bezig was om de oogst te maximaliseren. Zodat iedereen kon eten. Toen hadden de mensen het idee van nou, als je nou 2 mensen niet op het veld laat werken en je laat ze naar de zon kijken en wanneer het regent, dan heeft dat een gunstig effect op hoeveel oogst we kunnen binnenhalen. Nou, en dat is precies wat de druïden deden. Proberen, zeg maar, het beste moment voor het zaaien te bepalen en het beste moment voor het oogst te bepalen. Aangezien wij met onze ceremonies heel druk bezig zijn met maximaliseren van het land. Wat kunnen we het beste daarvoor doen? Je probeert op die manier het te reenactment probeer je, ja, door middel van reenactment probeer je sporen op te pikken van wat ze mogelijk toen gedaan hadden. En de ene keer lukt dat wat beter als de andere keer. Het is een beetje trial and error. Omdat wij dus absoluut geen boek hebben. En dus je probeert te denken van nou, wat hebben ze toen bedacht? Of wat zouden ze mogelijk toen bedacht hebben? Wat natuurlijk al erg lastig is, omdat het voor Plato is. En Plato heeft onze logica die we nu gebruiken neergezet. Dus misschien denken we wel op de volkomen verkeerde manier. We weten het gewoon. Dat is gewoon het hele punt. We weten het niet. En we proberen ergens een houvast te vinden. Waarvan ik denk van, nou, dat zou wel eens... Ja, zo is het bij aangeleerd door mijn mentor. Nou, proberen uit alle hoeken en vaten iets te vinden. Waar ze zeggen van, nou, en dit noemen we dan druïdisch werk. En dat herken ik ook wel, want... voor mij is het van, ja, er zijn inderdaad overblijfselen. Sommige dingen zijn, en daarom noem ik het graag sporen, zijn door de eeuwen heen ergens op allerlei manieren gebleven. Wat voor mij al de waarde ervan laat zien. Maar in feite moeten wij een enorme sprong maken, een enorm gat opvullen. En vandaar dat ik vaak van wat is authentiek en verkeerd doen. Want ik heb zoiets van ja, wij leven nu. En wat is inderdaad van, want er zijn dingen van waarde. Want anders zouden wij ons denk ik, of in mijn ogen niet bezighouden met al deze voorchristelijke tradities. Maar ik zoek heel erg... er zijn binnen het Germaanse veld ook mensen die enorm de wetenschappelijke kant induiken. Wat ik helemaal geweldig vind. Maar ik heb zoiets, ja, ik leef nu en ik probeer de vertaling naar het nu te maken. En het contact zoeken met, vind ik inderdaad, dat herken ik heel erg van wat je zegt. Maar hoe dat nou precies toen is gegaan, in hoeverre is dat belangrijk voor nu? En gaat het om hoe ze het toen precies deden? Of gaat het om de kern van het verhaal? Een beetje van allebei. Precies. Dit moet evenwicht vinden. Herman die schrijft in de chat. Het verleden laat sporen na in ons onderbewuste. En in het collectief onbewuste. Het zou heel goed kunnen op die manier via bijvoorbeeld het uitvoeren van rituele sporen van dat verleden op te pikken. Dat onderschrijft dus eigenlijk wat Henk net uitgelegd heeft. Ik zit te denken, dat is natuurlijk jong, dat wou ik zeggen. Daar ging ik naartoe. Wil je er nog iets aan toevoegen, Herman? Of is het zo oké? Nou, voor mij is het zo wel oké. Ik vond het heel mooi dat hij dat zei. Want ik ben daar zelf ook wel veel mee bezig geweest. En ik vond het mooi dat hij dat zei. Dat bevestigde eigenlijk een gedachte van mij. En toen heb ik even toegevoegd op welk spoor ik zat om die conclusie te trekken. Dus ik dacht, ik schrijf het even op als toevoeging. Nou, prima. Goed, komt het volgende thema. Een heidense of paganistische traditie kan alleen oraal of mondeling worden doorgegeven. En er is een leerlingenperiode nodig voordat je ingewijd kunt worden. Nou, als ik zo vrij mag zijn, mijn eerste reactie is nee en ja. Het nee gaat over het orale en ja gaat over de inwijding. Want we leven nu eenmaal in een maatschappij waarbij er wel heel veel wordt gebabbeld, maar dat heeft weinig met orale traditie te maken. Wij doen het meeste schriftelijk en digitaal. Nou ja, daar zou je een vorm van orale overdrachten kunnen vormen. Maar het beeld wat ik daarbij heb is toch net iets anders. Als het gaat om inwijdingen, het hangt er een beetje vanaf waar je initiaties plaatst. Want je kunt initiaties aan het begin doen van je pad. Of initiaties, zeg maar, als je al op het pad bent en je doet een initiatie waarbij je getest wordt op wat je al weet of hebt ervaren. Dus het hangt een beetje ervan af hoe je dat insteekt. Als je zegt van joh, initiatie helemaal aan het begin, dan denk ik dat je een heel eind kunt komen met gezond verstand, bronnen raadplegen, met mensen praten die al bezig zijn enzovoorts. En dan zou je inderdaad quote-unquote zelf initiatie kunnen doen. En op die manier doen wij ook ervaringen op constant. Als je het hebt over een wat meer, bij gebrek aan een betere omschrijving, een formele initiatie, die kan je niet alleen doen. In mijn beleving. Oké. Ik ga even door naar Jana, want die stak haar hand op. Ja, die inwijdingen. Ik zie die niet als een test. Een inwijding is een stap op je spirituele pad. En het is een welkomstritueel dat je welkom heet in een bepaalde groep. Schriftelijk leren, dat kan. En daar maken we uiteraard ook gebruik van. Net zoals we gebruik maken van technieken zoals deze die we vandaag gebruiken. Maar waar het om gaat bij orale traditie is dat je van iemand met ervaring hoort hoe die ermee omgaat. En daarnaast kun je van alles erbij leren en lezen. En je kunt het zo uitgebreid maken als je wilt. En je kunt ook zonder dat iemand jou traint van allerlei kennis opdoen. Maar inwijding in een bepaalde traditie of kennis opdoen van een bepaalde traditie, dat kun je niet zomaar uit de lucht halen. Daar zijn ook nog wel Nou, daar kun je ook nog van alles over zeggen. Maar je kunt jezelf niet iets leren wat je nog niet wist. Dus in die zin is er een mentor, een begeleider, een leraar die jou dingen leert. En dat is vaak niet door bepaalde kennis over te dragen van ik zeg dit en je moet dat maar accepteren. Het is vaak een manier van vragen stellen waar jij dan het antwoord op bedenkt. Als het op schrift staat, dan kan dat heilig worden. En dat is bij ons niet gebruikelijk. Bij ons is het meer leren hoe je omgaat in bepaalde situaties. En die situaties zullen altijd anders zijn, maar de orale traditie die vertelt je van hoe andere mensen met dezelfde problemen omgegaan zijn. En dat geeft jou een richting van waarin je zelf een oplossing kunt vinden als jij een probleem hebt. Dus als voorbeeld. Mm-hmm. Om te volgen. Ik ben benieuwd naar Frigga's reactie hierop. Ja, inwijdingen. Ja, er zijn nog talloze andere mogelijkheden. Mijn traditie kent eigenlijk niet of nauwelijks inwijdingen. En wat ik zelf altijd zeg, ja, maar goed, hallo God kunnen zeggen en dag God kunnen zeggen, daar heb ik geen opleiding voor nodig. Dan kan ik altijd proberen om andere mensen duidelijk te maken van, er zijn bepaalde stromingen die heel erg vanuit opleidingen en inwijdingen werken. Dat het maathelendom in mijn ogen niet. Het kan, ik ben zelf de goden ingewijd. Dat is een heel ander plat, dat is mijn keuze niet, het is gewoon gebeurd. Een van de mooiste voorbeelden vond ik van iemand van jaren geleden. En Germaanse heide die ik tegen ben gekomen. Die zei, ik heb dat boek gelezen en ik hoef geen boek meer te lezen. Niks. En in de gang erin te gaan. En dan heb ik zoiets, briljant, helemaal geweldig. Weg met al die boeken. Dus het is ook maar, het is zo inherent aan wie je bent. En ik ben tegenstelling van een ceremoniële magier. Dit was al heel lang gezegd, ik werk in een gestructureerde chaos. Ik kan bijvoorbeeld niks met ceremoniële magie, terwijl ik door andere mensen zie ik daar helemaal op de vis in het water. Het is wat past bij jou. Wat is jouw pad? Wat zoek je? Wat wil je? Sommige mensen willen heel erg de vastigheid van inderdaad een leraar en voorgeschreven paden, vaststaande rituelen. Het grappige is dat ik heb wel voorbeelden van rituelen gehad, gelukkig in boeken, maar meestal las ik het dan door en gebruikte ik het als inspiratie en maakte ik er heel iets van mezelf van. Ik ben sinds een jaar of 2 ben ik met een boeddhistische stroming bezig. En dat is echt vastgelegd. Dat is echt een vastgelegd ritueel. Dus het is voor mij heel erg wennen om dat te doen. Want ik ben gewend om niet uit de losse pols. Ik weet wel wat ik doe. Dus ja, inwijdingen is bij bepaalde stromingen hoort dat erbij. En bij andere stromingen is dat al dan niet aanwezig. En daarmee dus een heel traject van leren en studie. En mensen kiezen ervoor of niet. Ja, dus ook de andere kant even naar voren laten komen. Want ik weet van mezelf, ik heb zelf nog niet 1 initiatie gehad. Maar toch heb ik het gevoel dat ik op bepaalde plekken toch wel aangeraakt ben. En weet waar ik aan toe ben. En daar heb ik dus niet andere mensen bij nodig gehad. Daarom vind ik het leuk om te horen wat Frigga zegt. En ook zegt van ja, maar ik ben door de goden geïnitieerd. Ik wil ook Henk nog even over deze stelling aan het woord laten. Ja, ik vind het heel dubbel. Kijk, je kan alles uit een boek lezen. Maar uiteindelijk in bepaalde ceremonies gaat het om de intentie. En om het moment waarop je die intentie gebruikt. Of op het moment waarop je met een bepaalde manier met energie omgaat. Dat lees je niet in een boek. Nee, ik geloof dat je hebt bij de heksen het beroemde zwarte boek van de Ferrars. Daar staan al die rituelen perfect in geschreven. Maar zeg maar, de dingen waar het om gaat, de clue, ja, die staan er niet in. En die moet je, die haal je of, hè, zoals Frigga zegt, bij de goden vandaan. Die je daarin begeleiden. Zo'n traject heb ik zelf ook behoorlijk meegemaakt voordat ik bij Terry in de leer ging. En ja, de laatste 18 jaar heb ik dat, ja, heeft Terry mij dat laten zien van let hierop, let daarop. En je laat me ook expres de mist ingaan. Wij gaan Op het oogstfeest met Lammas gaan wij Silbury Hill op. En dan leggen we een offering voor een goede oogst. En de bedoeling is dat je dan een paar rondjes over de top heen loopt. En toen ik de eerste keer omhoog gestuurd werd om dat te doen, had ik helemaal niet meer nagedacht over hoeveel rondjes. Dus ik ben maar gaan lopen. En uiteindelijk na een uur meer naar beneden gekomen. En het was zo van, ja, heb je wel nagedacht dat dat in stukjes van 3, 6, 9, 12, whatever. Nee. En vervolgens hebben we 3 dagen lang enorm veel regen gehad. Terwijl juist tegenovergestelde de bedoeling was. En, dus dan zeg ik, je hebt dus wel iemand nodig die zegt van, joh, denk daarover na. Je hebt dus niet nagedacht. Of niet diep nagenoeg gedacht over wat je doet. En zeker het mondelinge. Ik zei dat tegen Terry van, goh, gisteren zei je dit. Je noemde 5 punten. Ik kan me er 4 herinneren. Wat was de 5e? En dan begon hij te glimlachen. En dan zei hij, weet je wat Henk, als je nou volgend jaar weer terugkomt, dan vraag ik me dan nog een keer. Wellicht dat ik het dan nog een keertje zeg. De bedoeling is dat je het onthoudt. Alles wat ik zeg is belangrijk. En als je het dus vergeet, nou ja, wellicht volgend jaar opnieuw. Dus voor mij is het heel belangrijk, die orale traditie. En je ziet dus ook mensen die dus na proberen te doen wat Terry deed, maar niet geïnstrueerd zijn, ja, die doen dus inderdaad een slap aftreksel, maar die missen de clue. Ja. Dat is dan echt het leermeester-leerling principe, ja, denk ik. Ja. Ja, maar mag ik dan nog even inhaken? Want dan blijf ik bij, als ik naar Azertro kijk, er zijn mensen die geïnteresseerd zijn in magie, en zijder. En er zijn mensen die veel meer alleen dat religieuze stuk pakken. En voor mij zijn daar wel degelijk verschillen tussen. En dat is voor mij van waar spreek je uit? Op het moment dat je wat ik straks zei, ik heb op bepaalde punten in mijn leven best leraren gemist. En ik heb heel veel zelf verder uit moeten zoeken. Ik heb zelf via omwegen door inderdaad naar mensen van andere tradities te gaan. Maar, en dan kom ik ook weer terug, wat is jouw behoefte? En ja. Volgens mij ik mis de clue. En dan denk ik, ja, missen mensen daadwerkelijk de clue als ze het niet weten? Of hebben ze dat onbewust wel door? Of ga je een stap verder? Daar voor mij zit wel onderscheid in. Nou ja, ik denk op zich dat wij in het verleden wel die discussie gehad hebben over... hoe ver heb je een leermeester nodig? Ik heb altijd heel veel met astrale guidance gewerkt. En toch heel fijn gevonden dat ik met Terry een fysieke persoon had om les van te krijgen. Afgelopen 2 jaar is die door zijn tweede seizure, kan die niet meer praten. En sta je er in één keer alleen voor om te doen wat hij altijd deed. En je ziet dus ook mensen eromheen die er een paar jaar om hem heen gedanst hebben. En zeggen van, kijk, ik doe nu wat Terry deed. En dan zeg ik, nee, dat doe je niet. Maar je mist de helft van de symboliek die hij erin gelegd heeft. En dat kun je niet weten, want hij heeft het nooit aan je uitgelegd. Want hij heeft het aan mij uitgelegd. Dat is wat ik daarmee bedoel van je mist de clue. Je mist een stuk symboliek die hij in zijn rituelen deed. Die aan mij uitgelegd zijn en niet aan anderen. En dan het verhaal religieus en de magiekant. Binnen het druïde verhaal zegt 99%... zeggen, ja, het is een filosofie of een levensbeweging. Voor mij is het echt een religie. Ik voel me een priester van de aarde. En ik zeg ook altijd, ik ben een bijzonder religieus mens. En dan kijken mensen me aan van, joh, waar heb jij het over? Dan zeg ik, ja, maar dat is mijn verhaal. Zo zit ik erin. En het is veel meer als een levensvisie of een filosofie. Maar goed... Sommige mensen is die stap eng. Ja, of hebben er gewoon de behoefte niet aan. En dat is wel iets wat ik probeer ook uit te dragen. Van wat zoek je, wat wil je? En het is niet dat het één beter is of mooier. Of nee, absoluut. Frigga en Henk, ik ga er even tussen zitten. Want Morgana die steekt alsmaar vingers op over minuten. En daar word ik een beetje zenuwachtig van. Maar ik denk dat jullie gesprek of jullie deelnemen hierin waardevol is. Ik denk zelf altijd... niet iedereen wil priester zijn. Sommige mensen willen ook gewoon de religie volgen. En daar ook graag iemand hebben om te kunnen volgen. Dat is trouwens nog weer iets anders dan wat jij net vertelde, Henk. Dat is de mentor en de opleider. Maar iedereen zoekt zijn eigen plekje in een religie of een levensovertuiging. Wat ik een beter woord vind. Omdat over religie kunnen we het eerst eens even hebben over de betekenis. Zo is dat voor iedereen anders. In de chat staat nog een opmerking van Jentel, die hierbij ook wel interessant is. In hoeverre is het mondeling overleveren van bepaalde geheime kennis van belang voor het voortzetten van een bepaalde traditie? Dat misschien wil Jana daar iets over zeggen. Ja, het woord geheim suggereert dat er van alles is wat niemand mag weten. Maar het gaat om dingen die niet uit te leggen zijn. Het gaat om beleving. Als ik jou vertel hoe een sinaasappel smaakt, dan kan ik je dat vertellen. Maar dan weet jij nog niks. Je moet dat gewoon zelf meegemaakt hebben. En in die zin is het geheim dat als je dat nog niet ervaren hebt, dan weet je dat dus niet. Maar het is niet... iets waarmee je rijk kan worden of de macht over de wereld kan grijpen of zo. En mondelinge traditie, ja, net zoals in een familie een bepaald recept voor brood wordt doorgegeven, doen wij dat door die mondelinge traditie ook. Wij geven dingen door en de manier waarop je leert is net als binnen een gezin, doordat je mensen het voorziet doen. En in die zin is het belangrijk. Je krijgt van alles mee zonder dat dat nou echt uitgesproken kennis is. Ja, dank je. Nou zou ik eigenlijk heel graag Robert hier ook nog over willen horen. Maar het is echt 17:10. We zouden hier nog misschien straks in de moed om na het hele verdere verhaal. En anders doen we dat op een ander moment. Ja. En dat kan ook. Ik vind het best leuk om hier op een ander moment ook eens met elkaar over door te gaan. Ja, absoluut. Nou, dat kunnen we erin houden. Want zo'n gesprek verdiept zich toch vrij snel. Maar dan is de tijd ook te snel. Ik wil jullie hartelijk bedanken dat jullie je wilden blootgeven hiervoor. Want hoe dan ook, je komt altijd eventjes in een alleenstaan. Ik heb ervan genoten, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb weer allerlei ideeën gekregen over hoe dingen in elkaar zouden kunnen steken en wat ik zou willen en hoe het anders moest. Ik hoop dat ik daarbij ook voor de anderen spreek. En we zien elkaar straks weer. Dank jullie wel. Jo, graag gedaan.